Leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Voor degenen die mij niet kennen, ik ben Yara, ook actief op Instagram, waar je een heleboel outfits van mij vindt en andere leuke life tips en een beetje female politics. Vergeet je niet te volgen als je hier nieuw bent. En voor degenen die al weken zitten te wachten op deze shoplog, dat gaan we vandaag doen. Ik heb hier achter mij wat items hangen die ik de afgelopen 4-5 maanden verzameld heb. En ik ben best wel bewust bezig met mijn garderobe. Ik weet wel wat me goed staat, wat ik mooi vind. En ik analyseer echt per seizoen van wat mis ik nou nog in mijn kast. En daar ga ik dan naar op zoek. En dan het liefst ook met de sale. En dat is wel gelukt. Een speciale aankoop voor mij was deze jurk van Rixo. Hele mooie fit met kleine knoopjes die over je buik lopen. En een precies goede V die best wel diep is, maar tegelijkertijd ook best wel smal. Dus hij heeft best een diep décolleté, maar je ziet niet echt boep. Ik vind de pasvormen van deze jurken echt fenomenaal. Het zijn zeker geen goedkope jurken, maar deze heb ik bijvoorbeeld gekocht voor de lancering van mijn eigen schoenencollectie met Fred La Bretonnière. Dus het was een heel bijzonder moment waar ook pers aanwezig was en in die zin is het dan bijna wel een must om iets meer een high fashion item te dragen. Nu ik echt duidelijk weet wat mijn stijl is en wat me goed staat en waar ik me fijn in voel, vind ik het waardevoller om 1 of 2 echt mooie jurken te kopen in een lente en zomer dan dat ik er 4 koop bij een high street keten bijvoorbeeld. Dus hier ben ik heel blij mee en ik voel me hier gewoon altijd heel knap in omdat het gewoon mooi zit. Hij heeft een heel subtiel pofmoutje wat ik ook prachtig vind, want het geeft hem net wat meer volume en maakt hem net wat interessanter. Dus dat vind ik ook een mooi detail. Dan deze rok van een merk dat Nanushka heet. Ik weet niet uit welk land het precies komt, maar ik ken het al een paar jaar. En ze maken echt te gekke dingen. Ook veel van vegan leer, wat er echt waanzinnig uitziet. Daarover later meer. Deze rok had ik al een hele tijd op het oog en vond ik zo bijzonder. En de kleur is zo mooi. Ze hebben trouwens nu bij Another Stories bijna precies hetzelfde. Dat vond ik dan wel weer jammer om te zien. Maar ook wel weer leuk als je dit ook mooi vindt en wilt hebben. Ik vond hem echt te duur en toen was hij opeens heel goed afgeprijsd voor de helft, geloof ik. Dus toen heb ik toegeslagen. Ik heb hem nog niet aangehad omdat ik hem eigenlijk aan het bewaren ben voor Kopenhagen Fashion Week en een reis naar New York. Ik wilde gewoon zeker weten dat hij in goede staat zou blijven. Oké, ik ga niet liegen. Dit was een impulsaankoop. Ik zat op Vestiaire, een website waar je designer items kunt aanbieden, waar ik zelf ook wat dingen op heb staan. En ook gewoon leuk vindt om rond te kijken. Ook gewoon om oud design te zien. En hoe zagen bepaalde merken er in andere tijden uit. En toen zag ik dit roze Chanel tasje. Helemaal in goede staat. Volgens mij heeft hij één soort van micro... Ik zou oprecht gewoon niet eens weten waar dan een beschadiging zou moeten zitten. Maar helemaal in goede staat. Voor een paar honderd euro. In plaats van een paar duizend euro. En toen dacht ik gewoon, ja sorry, maar... Ik moet dit gewoon bestellen. Dat heb ik dus gedaan. hij heeft een heel grappig bowlingformaat. Hierachter zit natuurlijk het signature zakje van Chanel. Er past heel veel in. Hij heeft geen lange strap. Dus deze hou je echt in je hand. Kijk hoe mooi dat Chanel logootje aan de binnenkant. Hij heeft wel een binnenvak. Dit is gewoon een super fun, gek, funky tasje. Wat ik ook bijvoorbeeld voor Fashion Week heel tof vind. En echt een verzamelobject. Dit is niet iets wat ik elke dag omdoe of zo. Maar ik kijk er met zoveel plezier naar. En als ik hem draag, dan word ik helemaal blij van die bubblegum roze kleur. Het is echt een soort Legally Blonde tasje. En ja, ik vond het zo'n goede deal. Ik kom nooit een Chanel tegen voor zo'n prijs. Voor überhaupt onder de 1000. Dus ik dacht, inpakken, meenemen. Dit is het ultieme crispy white shirt van Arquette. Bij Arquette hebben ze hele fijne basics van mooie kwaliteit en goede stoffen die heel lekker op je lichaam zitten ook. En ik had geen wit overhemd. Ik heb 1 blauw met wit gestreept overhemd al jaren, wat ik heel chill vind. En dit geeft een net iets formelere look. Die andere is best wel zacht. En dit draag ik bijvoorbeeld op een jeans met mooie oorbellen en misschien een toffe lippenstift en hakken naar kantoor. Of ook gewoon
opgeknoopt op een leuk shortje in de zomer. Dus hier kun je eigenlijk alle kanten mee op. Ik had van Arquette een giftcard gekregen, dus daar heb ik wat leuke dingen mee besteld. Als je zo'n overhemd koopt, dan zou ik zelf altijd kiezen voor een oversized fit. Deze heeft al echt een boyfriend model, maar je kan ook bijvoorbeeld bij de mannenafdeling kijken en dan de allerkleinste maat pakken. Het is juist tof als het best wel groot is en dat geeft het ook wat stoerder in plaats van dat het een soort secretaresse look wordt. Het is wel echt een crime om dit schoon te houden voor mij. Ik had meteen de eerste dag een appeltijdvlek. Dus lastig, maar mooi. Deze dancing shoes kocht ik voor... Eigenlijk, ja, gewoon omdat ik er verliefd op was. Er was een event van de opera, Nationale Opera en de Nationale Ballet samen. Waar deze zo goed onder een jurk paste. Dus dat was een beetje de trigger. Ook vond ik dit een soort stripper mermaid schoen. En dat vond ik zulke lekkere keywords... dat ik het gewoon niet meer een leven voor kon stellen zonder deze dingen. Dus die heb ik ook besteld. Van By Far zijn ze en ze zitten best wel lekker eigenlijk. Dan deze vriend. Zoals je ziet heb ik een ding voor zwarte prins met gele bloemen erop. Deze vond ik bij de Another Stories in de sale. Volgens mij was hij nog €19 en hij lijkt heel erg op een rok die ik ook heel mooi vind van Realisation Par, maar die... €200 was of zo en daar had ik niet zo'n zin in. Deze kocht ik net voor mijn mini vakantie naar Turkije en heb ik eigenlijk heel veel gedragen op allerlei manieren. Ook met een grote overhemd erop, ook met gewoon een zwart bikini topje als top, bijna als een crop top. Met een groot t-shirt erop en dan een beetje erin gepropt. Dit is best wel een aanwezige print, maar omdat de kleuren vrij rustig en wat volwassener zijn, kun je hem dus op heel veel manieren stylen. Dan deze trui van Acne die ik ook in de sale kocht en ook nog niet heb aangehad omdat die veel te warm is. Een goede crème kleurige trui stond ook op mijn wishlist. Die maak ik ongeveer een half jaar van tevoren bijna als een nieuw modeseizoen begint. Die vond ik hier in de uitverkoop ook bij Net-a-Porter, waardoor die opeens veel betaalbaarder en veel realistischer geprijsd was. Hij is best wel boxy, wat ik zelf heel cool vind, en wat korter, waardoor je wel een beetje een vrouwelijk silhouet behoudt. Een andere sale parel die ik dit weekend op de kop heb getikt in de final uitverkoop bij de Bijenkorf is deze broek van Stella McCartney. Nou kun je je afvragen, ben je een spek, moet je in een snoepzakje? Maar er zit ook een beetje groen in deze print en daardoor vond ik hem toch wel iets minder spekkerig. Op mijn lijstje stond ook een jeans in een fun print of kleur. Ik heb eigenlijk alleen maar blauwe Levi's en een grijze Levi's en soms wil je juist... een hele basic top aan en een uitgesproken onderkant. En dat had ik dus niet. Dus ik was al heel lang aan het zoeken naar een toffe tie-dye. En toen zag ik deze met 70% korting, geloof ik. Echt een mega goede deal. Dus gewoon goedkoper dan een Levi's broekje. Dus ik dacht, meenemen. Hij heeft best wel een ruime fit. Hij hoort ook niet heel strak. Maar ik ga hem even dragen, dan een keer wassen. En dan kijken of ik hem misschien aan de binnenkant iets in laat nemen. Maar je wilt toch even eerst zien wat zo'n broek precies gaat doen. En misschien vind ik het ook wel leuk dat hij een beetje losser is. Een ander item op mijn lijstje was een korter zomerjasje. Ik heb heel veel van die echte lange mantelachtige jassen. Meer in een blazerstof. En ik draag veel oversized blazers. Maar ik heb niet één kort jasje meer. Ik had een bomberjekje en dat was niet meer een hele mooie status. Die heb ik weggedaan. Dus toen kwam ik deze tegen, wat een soort denim jekje is met een coating eroverheen, waardoor die bijna ook een beetje op leer lijkt. En dat vond ik wel een soort coole, moderne interpretatie van het leren jasje. Dan een item dat ik voor werk kocht, helaas niet in de sale en meteen daarna wel. Deze blauwe overall van een hele lekkere zachte stof. Hij is lang, heeft een beetje een driekwart mouw. Ik vond hem heel stoer en het merkje heet LF Markey. Ik heb geen idee. Maar ik koop eigenlijk alles online. Ik ga gewoon googlen of ik hou mijn favoriete websites in de gaten. Dus ik ben niet echt... Ik heb ook geen tijd om echt in real life te gaan shoppen. En ik bestel gewoon wat dingen en probeer niet te veel terug te sturen. Dat is ook vet slecht voor het milieu. Dus ik denk daar wel goed over na. Maar ik bestel wel eigenlijk alles online inmiddels. Dus ik zal de shops die ik zelf vaak check even in de bio van deze video zetten. Het stomme aan mijn leven is dat ik eigenlijk verschillende garderobes nodig heb. Dus ik koop best wel regelmatig nieuwe dingen. Maar ook omdat ik zowel mijn werk bij Linda Meijden heb. Waar ik niet in een spijkershort en op slippers aan kan komen.
dan heb je natuurlijk gewoon je vrije tijd waarin je bijvoorbeeld op vakantie gaat of in het weekend iets chills aan wil. En dan komt bijvoorbeeld zo'n bloemenrokje in de picture wat ik dan voor een vakantie heb gekocht. Dan heb ik speciale events waar je misschien soms iets voor kan lenen, maar soms ook niet. Zoals die zebrajurk. En dan heb ik altijd wel iets waar ik naartoe aan het werken ben. Bijvoorbeeld de Kopenhagen Fashion Week die er nu aankomt en Lowlands wat er aankomt. Waarbij ik dan weer het leuk vind om een beetje met styling te spelen. En zeker voor een Fashion Week is dat nodig. Dus als je denkt, wat koopt die meid veel, dan zit daar wel een reden achter. En dan koop ik echt specifiek dingen voor momenten waarop ze nodig zijn, als het ware. Voor al deze items heb ik een doel. En dit is een item dat ik gekocht heb met in gedachten, als ik naar Linda Meijden ga, dan is het vaak heel vroeg. En dan wil ik niet nadenken over wat ik aan heb. Dus dan draag ik heel graag een pak of een overal. Omdat je dan gewoon één look hebt, je weet wat je aan hebt, je weet hoe het moet, je hoeft niks af te stylen en klaar ben je. En dit is voor mij dan een soort mix tussen iets wat nog speels is, maar wat er ook een beetje netjes en gedressed uit kan zien. Als ik dan een mooi knotje doe en hoge hakken, dan heb je ook wel echt een look aan. Dus dit soort items vind ik dan heel fijn. En ik had een beige jumpsuit die ik veel droeg en daar wilde ik eigenlijk nog één variant op. Dus dat is deze geworden. Een nieuwe tassenbaby in mijn leven is deze zebra. Dit is ongeveer het dichtst dat ik ooit bij een huisdier ben gekomen, denk ik. Hij heeft haartjes en een zebraprint die hierbovenop wat drukker en wat meer ingezoomd als het ware is. Vind ik heel grappig. Een lang handvat en een kort handvat. En twee ritsjes waarmee je dit hele ding openmaakt. Daar past dus echt insane veel in. Echt een hele grote binnenkant. Merk Wandler, een Nederlands merk is dat. Super cool. Zij maken echt een gekke tassen. En ik heb daar ooit al een oranje tasje van gekocht waar mijn grote Joekel iPhone helaas niet in paste. Dus dat was een beetje een miskoop. Die gebruik ik dus nooit. Die moet ik eigenlijk even gaan verkopen. En ik wilde wel heel graag iets van dit merk hebben. Ik vind het ook tof om een Nederlandse designer te supporten. En het is gewoon een heel cool, modern merk. En is meteen opgepikt door Net-a-Porter en dat soort shops. Deze was bij een sample sale te krijgen waar Nicole was. Nicole Huisman, die mijn styling doet voor veel events en dergelijke. Dus zij heeft altijd haar oog open voor mij. En deze tas heet dus de Yara Bag. Dus ze appte mij van, oké, dit moet je hebben. Dus dat hebben we gedaan. En toen kreeg ik meteen een bericht van de designer daarna van, hé, hoe kom je aan deze tas? Dit was een one-off, dus er is er maar één van gemaakt. En de uiteindelijke versie is een slag groter. Dus ik was echt een geluksvogel. En nu heb ik gewoon voor de helft van de prijs een helemaal unieke designer bag. Ook een nieuw item. Ja, ik heb deze echt al maanden, dus voor mij voelt het helemaal niet meer nieuw. Maar sinds de laatste shoplog wel. Is deze jurk van Gunny. Die heb ik niet in de sale gekocht en was daarna ook voor de helft. Wat echt wel pijn deed, want hij was wel 200 nog wat. En toen was hij opeens 100 nog wat. En dat vind ik wel echt een groot verschil. Dit is een jurk die ik eigenlijk altijd aandoe als het weer nu tussen de 20 en 25 graden is. Wat het de hele tijd is. Maar ook bijvoorbeeld als ik ga vliegen, dan doe ik lekker deze jurk aan. En soms dan nog een legging eronder bijvoorbeeld als het een lange vlucht is. Dat zit super lekker. Heb je meteen een leuke look. Daar doe ik dan sneakers onder. En als ik dan op de plek van bestemming aankom, doe ik die legging uit. En dan heb ik gewoon een lekker zomersjurkje aan. Dus dat is ook wel iets waar ik zo'n maxi jurk met lange mouwen heel chill voor vind. Ik denk dat ik dit elke week minimaal 1 of 2 keer draag. Ik leef echt in deze jurk. Dit is een topje dat er nu niet super goed uitziet, maar aan wel. Het is heel zacht. Een body in een heel lekker ribstofje van een merk dat The Range heet. Deze was ook in de sale, 30% afgeprijsd. Wat ik eigenlijk gewoon doe is dat ik bij alle luxere shops zoals een Farfetch, Net-a-Porter, Mytheresa, alles in een wishlist zet. En dan gewoon de hele tijd check hoeveel dingen afgeprijsd zijn. Van The Range heb ik ook een jurk, een hele mooie ribbelstof bodycon jurk die niet aan dit rekje hangt, want die ben ik vergeten. Ik moet zeggen, ik heb dit echt in maanden verzameld. Dus er zijn denk ik ook nog wel items die ik over het hoofd heb gezien die ik ook nog nieuw heb. Dat was er dus één van. En The Range is een lijn met hele mooie kwaliteit basics. En heel veel in hele zachte ribbelstofjes. Waar ik zelf heel erg van hou. Omdat dat echt mooi afkleedt. En op de een of andere manier je lichaam heel mooi shaped. Dan ben ik nu natuurlijk best wel lekker aan het sporten. En dat vraagt ook best wel om wat sportkleding. Ik dacht, nou, ik heb mijn sportlegging en 2 sport BH's, let's go. Maar afgelopen weken heb ik soms wel 4 keer in de week gesport. En ik ga dan echt
Man, die underboob sweat die is gewoon real. Dus ik kan ook dingen echt niet langer aan dan één keer. Dus ik heb best wel wat sport-BH's en sportleggings ingeslagen. En ook twee hele leuke bikeshort sportbroekjes. Korte sportbroekjes. Die ik eigenlijk zo leuk vind dat ik ze ook normaal wel zou kunnen dragen. En dan zoek ik gewoon heel erg een model wat wat hoger is. En in een lekker stretchy stofje zit. Want je wil natuurlijk wel lekker kunnen bewegen. En niet dat er een naad halverwege in je bovenbeentje snijdt. Deze vind ik heel leuk. En deze heb ik van Adidas. Die heb ik gisteren de hele dag aangehad. Gewoon in real life. Met een grote trui erop. Toen ik aan het rondrennen door de stad was. Gewoon een grappig leggingbroekje. Zit super lekker. En daar draag ik dan meestal of gewoon alleen een sport-BH topje op. Of een lekker oversized t-shirt in tie-dye of zoiets. Ik probeer er wel echt een fashion moment van te maken. Ik hou er gewoon van. Die bestel ik allemaal op Zalando. Daar doe ik trouwens dezelfde truc dat ik allemaal dingen in mijn mandje leg. En daar is zo vaak iets afgeprijsd. Heel vaak wel 20-30%. Zo ook deze sportbroekjes. Zonder dat het eigenlijk sale is. Dus het loont echt wel om dingen een beetje op te slaan en in de gaten te houden. Dan deze tas die van gerecycled papier is. Mega cool. Van Arquette. Deze heb ik als gewoon vervanger van de canvas tasjes. Die ik toch al snel een beetje sloeberig uit vind zien bij mezelf. Want er lekt altijd wel iets in. Of het komt dus mijn fiets en dan zit er weer een smeervlek op. Ik dacht, ik ben 30. Dat is gewoon niet chic. Dat ga ik gewoon niet meer doen. Dus ik heb nu een paar varianten, waaronder deze. Maar deze is ook heel lekker om mee naar het strand te nemen. Of als je even gaat picknicken of boodschapjes gaat doen. En dus van gerecycled materiaal, wat ik heel nice vind. Dan heb ik hier mijn grote liefde. Ook een jurk van Rikso. Deze heb ik eigenlijk gekocht als ultieme nieuwe zomerjurk. 100% zijde. En dit, hierin voel ik me zo chic en knap. Dit is een beetje een variant op de slipdress. Alleen heeft hij niet van die hele dunne bandjes. En hij is ook een klein beetje losser. Ik zou hem misschien wel kunnen laten innemen bij de taille. Maar dit is wel een jurk die ik echt draag als het echt warm is. En dan wil ik ook niet dat dingen te strak zitten. Ik vind deze zo prachtig met deze halslijn. En dat het hier net een beetje samenkomt. Dat de bandjes een beetje wijder uitlopen. Dat zijn net van die details die ik echt te gek vind. De onderkant klokt een klein beetje. En ik vind dit groen gewoon heel erg van nu. Dus hier ben ik super blij mee. Deze vegan leather jacket kocht ik van Nanushka. Ik dacht dat ik een goede deal had, maar daarna ging hier nog zoveel meer in de uitverkoop dat ik echt mega aan het balen was. Want dit was echt een investment piece. Zeker niet goedkoop. Ik was er zo verliefd op. Al sinds ik in Amerika was met H&M, toen was ik met Lisa Olsons op reis. En zij had deze jas aan. Ik was aan het obsessen en aan het obsessen en aan het obsessen. Maar hij was wel een paar honderd euro en op een gegeven moment was hij 30% afgeprijsd. Toen heb ik hem gekocht, maar daarna werd hij voor de helft. En toen baalde ik natuurlijk als een stekker. Maar dit vind ik zo'n te gek mooi klassiek investment piece waar ik jarenlang plezier van ga hebben. Want ik vind het ook heel leuk om een kleiner label te supporten dat vegan leer gebruikt. Dan de sandalen waar ik deze zomer in leef. Deze slides van Fendi, een verjaardagscadeau aan mezelf. Misschien herinner je je dat ik vorig jaar altijd zwarte slides droeg met van die parels aan de zijkant. Nou, die heb ik echt afgedragen, er waren allemaal parels uitgevallen. Het zag er niet meer zo chic uit, dus die waren aan vervanging toe. En als je deze look tof vindt, maar niet dat budget eraan uit wil geven, zou ik zeker even kijken naar de Arizona van Birkenstock. Die ook twee van die grote buckles heeft. Die heb ik ook en die vind ik vooral in de kunststof variant. Die heet de Eva Arizona, geloof ik. Helemaal top. Die zijn super licht en die kosten tussen de 30 en de 40 euro. Een andere aankoop die ik heel recent heb gemaakt zijn deze klassieke strappy schoentjes van By Far. Dat is ook wel echt mijn lievelingsmerk op dit moment. Ik was het eerst aan het zoeken bij Another Stories en ik had Topshop strappy sandals en die deden zoveel pijn aan mijn tenen. Dat was gewoon niet te doen. En ik heb hier al een paar schoenen van dat heel lekker zit dat hierop lijkt. Dus ik dacht oké, ik wil gewoon één goed paar zwarte hakken. Daar wil ik dan best wat meer aan uitgeven, dus dat heb ik gedaan. Ik ben mega benieuwd welke look of welk kledingstuk jouw favoriet is. Of misschien zat er wel iets tussen waarvan je denkt, dit vond ik afschuwelijk. Laat het me zeker weten in de comments. Vind ik altijd heel leuk om te horen ook hoe je dingen zelf zou combineren of waar je zelf voor aan het sparen bent. Let me know. En tot in de volgende video. Dankjewel voor het kijken. En doe even een thumbs up als je dat leuk vindt. En vergeet je niet te abonneren.
Tot in de volgende. Doei! Op de een of andere manier krijg je het zo warm van filmen. Hij heeft best wel een... Mijn grote pride and joy.